Oh my god, wat is dit? Daar is een trap. Waar? Ja, daar. Maar die trap eindigt tegen het plafond. Daar kun je niet op. Hier moet iets zijn om dat plafond open te maken. Oké, blijf maar weg bij die stroom. Niet bewegen. Die is goed, zeg. Shit, nog meer. Rustig blijven. Ik ben bang. Rustig blijven, Molly. Jongens, help. Rustig blijven staan, Molly. Je kan het wel. Oké, loop er heel rustig langs. Nog een sarcofaag. We maken hem niet open, oké? Liever niet, nee. Kom maar verder. Pas op! Uit die gaten in de bodem schieten pijlen. Die zijn er niet voor niets. Daar moeten we langs. Wat is dat? Een oog? Wat? Patty? Mag eens zien. Ze is in dat oog gezogen. Patty, alles oké? Patty, stop! Niet bewegen! Echt niet! Waarom niet? Ik kom langzaam naar jullie. Oké. Ik werd in dat oog gezogen en kwam bij een ander oog uit. Daar was alleen een kist. In die kist zat een sleutel. En ik denk dat ik al weet waarvan die sleutel is. Van de sarcofaag. Nee, we hadden afgesproken hem niet te openen. Zie je wel, de sleutel past. Jezus, dat is jouw schuld, Betty. Sst, kijk, hij loopt gewoon langs ons door. Jongens, jongens, daar komt die andere mummie. What the fuck? Weg! Hij is verkleurd, blauw. Wat betekent dat? Geen idee, nu zitten we hier met twee mummies. En die skeletdieren! Wat? Een eenhoorn? Pas op! Ze hebben zadel op, dat is niet zomaar. Niet opstappen, Jan. Rustig, Molly, ze doen niks. Kijk maar. Opstappen dan, die mummies komen dichterbij. What the fuck? Geen geintjes nu, Jan. Het ging per ongeluk. Ik heb nog nooit op een paard gereden. Hoe moet dat? Het is geen paard. Het is een eenhoorn. Oh, hij loopt vanzelf! Wow. Jullie zijn wakker. Meiden, ik zal even vertellen wat er is gebeurd. Wat jullie hebben gedaan is onverantwoordelijk en erg gevaarlijk. Daar zijn we ons van bewust en het spijt ons heel erg. Jullie hebben net 24 uur geslapen en we hebben onderzoek gedaan in de piramide. De eerste mummie die jullie hebben vrijgelaten is Hyposis. Hij heeft alle deuren afgesloten, want niemand mag eruit. Voordat hij bij zijn vrouw Kwasis is. En dat is gelukt. De tweede mummie is Kwasis. Echt waar? Ja. Dat was Kwasis? Ja, en die dieren waren de vloek. Vloek? Ja, die hebben sommige mensen van het volk gedood, die nooit terugkeerden. En toen de twee mummies bij elkaar waren, veranderden die dieren in eenhoorns. Ze hebben jullie naar de uitgang gebracht en daar heb ik jullie gevonden. Jullie waren bewusteloos en hebben 24 uur geslapen. Dokters hebben al gekeken en jullie krijgen zo nog een onderzoek. Fijn. En wat gebeurt er nu met die dieren? En de mummies? Die dieren zijn, nadat ze uit de piramide kwamen, allemaal gestorven. Toen veranderden ze allemaal in mummies, dierenmummies dan. Hyposis en Kwasis stonden doodstil naast elkaar. Ze bewegen ook niet meer, net als de dieren. Alle mummies komen in het museum hier in de stad. Jullie hebben de mythe van Kwasis opgelost, meiden. Jullie drie. Het was zo gevaarlijk, maar ik ben o zo trots. Jullie krijgen nu nog een lichamelijk en geestelijk onderzoek. Daarna worden jullie naar jullie hotel gebracht. Rust goed uit, ik kom straks langs. Het is overal op tv. Het nieuws dat Hyposis en Kwasis zijn gevonden. Door 3 toeristen, haha. Gelukkig zeggen ze niet ons hotel, dan staat de pers voor de deur. De pers! Ik ga wel. Hé, Molly. Hé, leuk om je te zien. De dokter zei dat alles goed met jullie is. Over een uur haal ik jullie op. De burgemeester wil jullie zien. Wat cool. Nog één vraag. Bij de ingang stond, nimpedeer me. Dat betekent, stoor mij niet, maar dat is nu te laat. Haha. Klopt. Nou, tot over een uur. Gelukkig gaat het goed met jullie. Ja, tot straks. Tot straks. Daar komt hij. Meneer Hoe dan? Hallo, fijn jullie te ontvangen. Jullie meiden heel dapper zijn geweest. Jullie drie mythe Kwasis opgelost en veilig terug. Dat verdient grote beloning van mij, burgemeester van deze stad. Sta op, jullie medaille krijgen. Wat ben ik trots op jullie. Jan Kampen, Molly Bos. Patty Smit, bedankt. En zo eindigt onze reis. Wat een eer, een medaille van de burgemeester. Deze reis is om nooit te vergeten.